De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Paling met puisjes. Paling met puisjes. Wat is nou toch paling met puisjes? Wat kun jij dat nou schelen, Nel? Trouwens, sowieso onzin, de bruine Rotterdammer met de kruiswoordpuzzel. Cryptogram hoor, net zoals in de NRC. De NRC? Nieuwe Rotterdamse Courant. Ja, ik weet wel wat de NRC is. Nou dan, wordt gelezen door advocaten en doktoren. Dit is de rioolkrant hoor. En die wordt steeds beter. Burgemeester Thomassen, leest hem ook. Burgemeester Thomassen is fout geweest in de oorlog. Kom je daar nou bij? Nou, dan is die nou fout. Als die de bruine Rotterdammer leest, dan is die nou fout. Ik heb geld nodig, Nel. Je gaat maar op het dak zitten. 37,50 gulden. Je verdient je eigenlijk helemaal wezenloos in die wasseretten. Ja, voor later. Staat allemaal op de spaarbal. Later? Het gaat om nou, Nel. Ik sta het nou voor gek. Omdat je geen rode kegelballen hebt. Ja. Simon heeft een gele. Heb die van de week gekocht bij Siem Heide. En er ligt ook nog een rode en die moet ik. Als Simon nou een gele hebt, dan moet ik toch een rode, Nel? Dat is toch logisch? Heeft hij zeker gespaard? Gespaard? Dat is allemaal van die bruine Rotterdammer waar jij ze nodig op geabonneerd moet wezen. Dat betaal ik wel zelf voor. Ja, nee, je moest er nog bij komen. Paling met puisjes. Aal. Iets met aal. Dat is toch een grof schandaal als deze jongen dan eindelijk een keer iets voor zijn eigen nodig hebt, dan is er geen geld voor. Erg, hè? Ja, dat is zeker erg, ja. Je hebt toch gewoon je zakgeld? Dat is toch al lang op, Nel? Nou? Ja, dan wacht je gewoon een maandje. Dan wacht je gewoon een maandje. Geduld is een schone zaak. Hoe kom je daar nou bij, Nel? Winnen, dat is een schone zaak. En hoe eerder ik die rode kegelbal heb, hoe eerder ik kan winnen. Want dat weet jij natuurlijk niet, Helly Kooijman. Maar als je verliest met kegelen, dan draai je op voor de drank. En 9 van de 10 keer ben ik dat. Ja, allemaal door pech, maar daar gaat het nou niet om. Maar daardoor sta ik altijd op de lat. En daar ben ik zo gauw door mijn geld heen. Paling met puisjes. Maar dat kan jou natuurlijk helemaal niet schelen. Want jij denkt altijd en alleenig maar aan je eigen. Jappie. Arnel. Sien, paling met puisjes, kom op. Ik zeg er geen een. Simon, ik heb weer eens een vrouw. Gun me geen eens geen rode kegelbal. Heel verstandig. Ja, voor jou wel, ja. Dan kun je tenminste van me winnen. Nee, met die bruine won ik niet van je. Ja, maar niet met 10-0. Nee? Nee, met 9-1. Jo. Of met 8-2. Nou. Paling met puisjes. Dan nog een pontje schelvis. Is die vers? Pas op, hè. Heel goed. Ja, oké. Dan een pontje kabeljauw. Goed, 3 grote ponen. Schoongemaakt, maar ik moet wel de koppen voor de bouillon. Ja? Oké, dan grote garnalen. Doe maar 2 dozijn. En dan nog 1 kilo mosselen. Ja, kilo. Maar ik boe ze zelf al schoon. Wat maak jij nou? Ik kom zo bij je. Goed, voor de markt, dan ben ik over een napak een beet half uurtje bij je. Ja, tot zo. Zo, visboer gehad. Vindt meneer Harmsen dat zomaar goed? Voor mij toch wel. Dat kost geld, hoor. Hij is op mijn vakantie. Ja, maak jij daar misbruik van? Tuurlijk. Jonge. Appeldoorn. Simon Stokvis. Ik wil even bestellen. Ja, pak dan even een pen. Ja, pak jij de cryptogramma. Hé? Alleen niet hier. Hé? Nee, natuurlijk niet. Vindt Harm ze toch nooit goed? Oh, nee. Klaas, ja. Ja, komt-ie. Kilootje zoete uien. Ja. Streng knoflook. Rode en groene paprika. Doe maar 2 van elk trouwens. 2, ja. Ja. Dan tomaten, 3 pond. Spaanse pepers. Heb je? Ja, doe maar 3. Mooi. Heb je olijven? Doe maar zwarte zonder pit. Ja. Pontjes genoeg. Goed. Ben ik over een kwartiertje? Ja. Nou, 10 minuutjes ben ik bij je.
Klaas. Waar ben jij nou allemaal weer mee bezig? Zarzuela de Pescado. Hé? Dat is een vies gerecht van Wina Born, daar krijgt een paard een hik van. Waarvoor? Voor het feest van El Cid. Wie is zijn moeder? El Cid. 1492. Hebt hij de Moren eruit gegooid? Waaruit? Uit Spanje. Uit Spanje? Tuurlijk. Moet jij dat dan vieren? Uiteraard. Dat is een hele goede reden om lekker te eten vanavond. Trouwens, Jacobus, je schoonmoeder komt ook. Gezellig. Is toch lachen, man? Hé? Zij heeft het namelijk nog meegemaakt. Wat? El Cid. Hé? Was de eerste verloofde. Echt waar? 1492. Oh, ja. Simon. Ja? Wat die rode kegelbal betreft. Ja. Het is voor jou toch ook veel leuker als je een beetje competitie hebt? Dat is waar. Dan leen jij mij die 37,50 toch even? 37,50. Helaas. En je hebt het makkelijk. Ja, nee, dat is voor het eten. Wat een die kost, man. Simon, jij bent nou zo'n zakenman. He? Neem nou die bruine Rotterdammer, loop eens een trein. En eerlijk is eerlijk, ik zeg er vanochtend nog tegen Nel, hij wordt steeds beter. He? Nou, ook met die met dat cryptogram erin, Hero. Paling met puistjes, nou, hier, de NRC kan wel sluiten. He? Nou, dan gun je je beste vriend er ook wel eens wat. Juist niet. Hé? Nee, natuurlijk niet, man. Het is allemaal om te investeren. Ja, binnenkort kom ik dus over 2 weken kom ik met een dubbel dik thema-nummer, Jacobus. En wat dat niet kost aan papier. Plus, ik moet het allemaal overkopen van de New York Times. En dan betaal je eigen blauw aan rechten in dollars. En wat wordt dat dan weer? Wereldberoemde gijzelingsverhalen. Hé? Ja, gijzelingen, kidnappingen, ontvoeringen en zo, weet je niet. Alle FBI-dossiers erover. En dan ook de drama's in de familie, met die zoon van Sinatra, weet je niet, en met dat kind van Lindbergh. En natuurlijk ook alle methodes, de dreigbrief bijvoorbeeld, met de uit de krant geknipte letters. Uit de krant geknipte letters? Ja, dat ze de handschrift niet verraaien. Hoezo? En dat ze dan een afgehakte duim opsturen. En wat doen ze dat dan voor? Voor het losgeld. Het losgeld? Ja, ze laten ze alleen maar gaan als ze de poen krijgen. Ah ja. Vooral, ik hoop, de Italianen. Italianen zijn de beste ontvoerders ter wereld. Ja, ja. Het is maffia, hè? Ja, ja. Ik ben er de groente voor. Paling met puistjes. Paling met puistjes. Iets met aal. Ja, zover was ik zelf ook al. Oh, neem me niet kwalijk, hoor. Nee, daar gaat het niet om, mama. Ik kan gewoon niet uitstaan dat ik het niet weet. Misschien klopt hij wel niet. Zien die paling met puistjes, klopt die wel? Ze kloppen allemaal. Allemaal 10 keer tegen het licht houden. Wij van de Bruinen kennen ons geen fouten permitteren. Paling met puistjes. Nemen we toch eerst een andere? Ja, of dat die zo makkelijk zijn. Even kijken hoor. 12 horizontaal. Dit gerecht biedt geldelijk voordeel. Dit gerecht biedt geldelijk voordeel. Hoeveel letters? 7. Dit gerecht, een gerecht. Iets om te eten. Sarsuela. Huh? Ja, dat is Simon nou aan het maken.
Wat is dan het geldelijk voordeel? Nou, vis, dat is toch goedkoop? Maar die garnalen niet. En bovendien zijn te veel letters. Het is toch ook helemaal niet cryptisch? Cryptisch? Ja, het is een cryptogram, hoor. Nooit van gehoord. Bemoei je er dan ook niet mee. Slaatje! Ergens een slaatje uitslaan. Geldelijk voordeel. En een slaatje kan je ook eten. Is dat goed, Jim? Helemaal. Heel goed, kind. Slaatje. Ja, dat is wel een hele makkelijke, hoor. Een geducht eter heeft eerst een borrel gedronken. Hoeveel letters? Zes. Nou, ik denk dat die voor jou is. Komt toch s'avonds naar het post? Er staat ook niks op. Geducht eter. Een geducht eter. Geplakte letters? We hebben uw man gegijzeld. We eisen losgeld. Telefoneren met 1967... 85. PS? Anders hakken we ze duim eraf. Net als in de film. Zal toch niet waar zijn? Jaap gegijzeld. Wees blij. Een geducht eter heeft eerst een borrel gedronken. Misschien is het wel in Italië. Hè? Ja, daar heb je toch de maffia. Nee. Telefoonnummer begint met 19. De Zuid. Zien! Jaap is gegijzeld. Maar je dan? Geducht eter heeft eerst een borrel gedronken. 1967-85, dat is het nummer van Harmsen zijn kantoor. Oh. Hij heeft zijn eigen gegijzeld. Hé? Los geld met DT. Nou ja. Slok op. Heel goed, ma. Hé? Ja, een geducht eter heeft eerst een borrel gedronken, een slok op. Heel goed, ma. Slok op. Jongen. Dan gaat er ook nog een glas witte wijn doorheen. Droge, deze. Dus een witte penedes. Hé, altijd onder het eten. Jaapie, neem jij de telefoon even op. Slaapt dat kind nou nog niet? Nee, is aan het werk. Hè? Voor de bruine. Hij maakt die cryptogrammen. Jaapie Stokvis, vraag jij tante Nellis aan El Telefonico? Wat nou, Naomi Jaap? Ze zit lekker te eten. De man is ontvoerd en zij zit lekker te eten. Wie nou borgen kan mijn rug op? Hou jij de horen eens bij de babyfoon? Mevrouw Kooiman, uw man zit vastgebonden en gekneveld in de kast. Zou het dan toch waar zijn? Ja, natuurlijk is het waar. Ik bedoel, als u niet ogenblikkelijk 37,50 betaalt, hakken wij zijn duim eraf. Ga gerust uw gang, hoor. 37,50 voor Jaap, dat is per kilo... Kwartje of twee. Kwartje of twee? Zoveel nog? 30 cent misschien. Je koop eens, wat weeg jij? 135 kilo, Simon.
Dat is 37,50 gedeeld door 135. Maar ik krijg van die gijzelaars alleen maar water en brood, dus dadelijk verhonger ik ook nog. Jaap Kooijman, hou op met die onzin en kom onmiddellijk naar huis. Ik ben ontvoerd, Nel. Ik ben ontvoerd. Hou er zo. Hou jij je naar buiten, eucalypta? Dus 27 cent de kilo. Hey Jaap, kom nou eten. Je weet niet wat je mist. Ik zit vastgebonden in een kast. Jaap, alsjeblieft. Ik doe dat ook voor jou, NL. Alweer, ja. Maar als ik straks die rode kegelbal heb en kampioen van Zuid geworden ben en met burgemeester Thomas in een open kales over de Koolsingelrij om een standbeeld van mijn eigen te gaan onthullen bovenop de Euromast, dan ben jij de eerste die in een bontjas naast me wil komen te zitten. Jongen. Omdat jij je bloedeigen man geen rode kegelbal gun. Omdat jij je bloedeigen man geen rode kegelbal gun. Nelly Kooijman! Omdat jij je bloedeigen man geen rode kegelbal gun. Puisjes. Ah! Jaap! Jaap, jongen! Wat is er gebeurd? Allemaal jouw schuld, Mel. Allemaal jouw schuld. Laat eens kijken. Er is geen uit. Ik sterf van de pijn. Ja, daarom juist. Laat eens kijken. Ja, met kijken krijg ik mijn duim niet terug. Is het duim eraf? Ja, natuurlijk. Je wou me toch niet geloven. Ze hebben hem eraf gehakt. Oh, wat vreselijk. En allemaal omdat jij zo gierig bent, Nel. Mijn duim is jou geen 37,50 waard. We moeten onmiddellijk naar het ziekenhuis. Te laat, Nel, te laat. Ze hebben mijn duim opgevoerd aan een Duitse herder. Nee. Ja, ja. Die hadden ze bij zich, die ontvoerder. Zo joekel. Rintintin was er niks bij. En hij heeft gesmuld, Nel. En ik moest toekijken. Wat verschrikkelijk. Ik heb geleden, Nel. Ik heb geleden. Een van die ontvoerders was een Italiaan. Kwam regelrecht uit de maffia. Was de uitvinder van de eeuwige drup. Die komen de partij martelen niet tekort. Oh ja, maar het klonk ook allemaal zo onwaarschijnlijk. Ik bedoel, wie gaat er nou iemand gijzelen voor 37,50? Hunnie, Nel, Hunnie, dan hoor je het maar weer eens een keer. En trouwens, 37,50. Weet jij hoeveel lieren dat is? Nee. Heel wat. Ja, Pio. En Simon? Wat? Ja? Nou, dat 37,50 een heleboel lieren is. Ga je uit. Nou, hier, daar hoor je het nou. Het spijt me zo, ja? Te laat, Nel, te laat. Jij komt in de hel. 28.654. Hé? Lieren? Ja, dat bedoel ik. Hier, Kobus, jij was toch ontvoerd? Ja, ja. Nee, maar ik heb weten te ontkomen. Oh, nou, dat is heel mooi, want kijk eens even. Helaas, Simon. Daar hebt hij niks meer aan.
Ze hebben zijn duim eraf gehakt. Nou. Nou, mijn duim. Mijn duim, nee, ja, nee. Eigenlijk meer een beetje alleen mijn nagel. Niet eens? Nee. Ja, kooi, man. Wat nou? Je zit me gewoon weer in de maling te nemen. Wees blij dat hij er nog aan zit. Simon, jij bent een echte vriend. Boter bij de vis. Hé? 37,50. Oh ja, Nel. Dan gaat hij er alsnog vanaf. Simon, een pijl. Heb ik even niet bij me, Jaap. Koffiemolen? Koffiemolen? Moet jij eens opletten. Ah, de koffiemolen. Dat doen die gasten op Sicilië allemaal. Ja. Dat hebben ze geleerd op de maffia-universiteit. Oh, kijk. Gaat het bakje eraf? Ja. Jij duwt je duim erin? Ja. En draai je maar. Oké. Okay. Oh. Ja, wacht even, Simon. Doet dat niet verschrikkelijk zeer, hè? Beetje wel, natuurlijk. Jo. Ja, anders helpt het toch niet? Nee, nee. Hoor je dat, Nelly Kooijman? Je man gaat ondraaglijke pijnen verdragen. Alleen nog omdat jij zo gierig bent. Voor 37,50 laat je je bloedeigen man zijn bloedeigen duim door de koffiemolen. Hoe heet dat? Malen. Malen! Kom je, Kobus. Duid hem erin. Oké. Okay. Ja, maar Simon, als het nou zo'n pijn doet. Wacht even. Leg neer die duim. Hé, hier dan. En dan? Sla ik erop. Waarvoor? Verdoven. Zou je denken? Zeker weten. Oh? In de riool ook. Wat dan? Nou, heel vaak hoor. Oh? Elke dag wel een keer. Echt waar? Nou, kom op met die duim. Ja, ja. Daar gaat hij dan, Nel. Ogen dicht. Ja, ja. Wacht nou eens even, Simon. Als ik het nou goed begrijp, dan vind jij die 37,50 ook belangrijker als mijn duim. In principe wel. Dan vergeet jij toch één ding. Oh ja, joh. Jij die alles bij de hand hebt. Ja. Dan ken ik niet meer kegelen. Nou in. Dan ken jij dus niet meer van me winnen. Dat is waar. Dus als jij echt bij de hand bent, dan laat jij die poen gewoon zitten. Die 37,50? Die 37,50. Ja, ja. Of, Jacobus, we nemen je andere duim. Mijn andere duim? Heb ik nog maar 4 vingers? Tieneke van Veronica toch ook? Echt waar, joh? Ja, aan deze hand. Maar kan ze dan wel een plaatje opzetten? Dat doet ze niet zelf. Niet? Nee, daar heeft ze een technicus voor. Oh? Ja, zij zelf zit in zo'n kooi. Kooi? Ja, in zo'n glazen kooi. Oh? Dat je er niet hoort. Maar je moet het toch horen? Ja, nee, op de radio wel. Oh, op de radio wel. Ik dacht al. Anders hoef je me ook niet aan te zetten. De radio. Nee, dat is toch niks, hoor. Nee. Heel goed, puberaal! Puberaal! Heel goed!